Nee, we gaan natuurlijk niet zo naar de fiets. We gaan niet zo de fiets omvullen. We gaan niet zo de fiets omvullen. En natuurlijk moet even iets zeggen. Dat is makkelijk zeggen. Ik zag Mike net met een stuk papier in zijn hand staan. Ik heb zelf ook een paar krabbeltjes gemaakt van een paar dingen die ik graag zou willen zeggen. Dus ik pak er weinig druk mee bij, want sinds dat ik uit ziekenhuis ben, is mijn geheugen niet helemaal in orde. Dat krijg je dan. Heb je in mijn bericht geplaatst, vind ik het een eer dat ik jou mag helpen om een museum te openen. Als vader, ze noemen me vaak vader van de fiets, halleluja. Maar goed, dat ben je ook best wel goed om een klein beetje inmiddels. Dat een aantal heren die hier ook staan, die heb ik zien grootgroeien. Er staan een paar bij die, dat waren kleine mannen toen ik ze leerde kennen. Mike heb ik zelf in zijn tijd eigenlijk niet gekend. En hoe komt dat? Omdat dat ook de periode was dat eigenlijk de fietscross een hoogste aantal licentiehouders had, zo'n kleine 6000. Ja, en als je begint en je begint met 200-300 en dat loopt naar 1000, dan ken je nog heel veel rijders, maar daarna wordt het toch een beetje moeilijk. Maar in ieder geval nogmaals, dat kindje van mij, dat is vorig jaar 30 jaar geworden. Ook nog eens een keer Olympisch. Dat was in het begin een hele ideale gedachte en een harde utopie van hoe krijg je die sport Olympisch. En ik was er naïef om te denken dat ik meteen het eerste jaar al kon aanvragen van we zijn internationaal nu, kunnen we niet Olympisch worden. Nou, ze lachten me natuurlijk uit, want je had maar een paar landen die waren aangesloten. Je moet echt over zoveel continenten moet je actief zijn en zoveel landen enzovoort. Maar het is het uiteindelijk geworden. En dat is niet, zeker niet dankzij mij, maar dankzij de rijders en de bonden die er alles aan gedaan hebben om de sport ook op een hoger plan te brengen. In 78 met de SFN begonnen. Nou, eigenlijk heb ik eerst in het begin 78 de fietscross geïntroduceerd op een motocross. Daarna hebben we de SFN opgestart. En ik hoorde jou net je vrouw bedanken. Ik denk dat Mieke, mijn vrouw, die is ook in wat de SFN betreft. Samen met Louis Vrijdag en haar hebben we de boel opgestart. En ik denk dat die twee dames, als ze met elkaar in gesprek komen, wel aardig kunnen begrijpen wat voor idiote kerels zij eigenlijk getrouwd zijn. Want ook bij ons was het dag en nacht. Ook als hobby, echt door heel Nederland reizen en de sport promoten en noem het maar op. Dus die kunnen elkaar goed aanvoelen wat dat betreft. En ze begrijpen ook wel wat dat betekent via de tijd. Ja, je vertelde het zelf al 6 jaar geleden dat je op een heel aparte manier hiermee begonnen bent. Nou, wij hebben met elkaar contact gekregen op een gegeven moment. Ik was helemaal flabbergasted van wat je aan het doen was, van grond gek. En vanaf dat moment ben ik ook een beetje blijven volgen. En ik heb inmiddels ook wat kunnen opruimen, kunnen achterlaten bij jou. Dus wat dat betreft is Mieke ook weer heel blij dat ik het helemaal over kwijt ben. Ik wou het echt eerst allemaal van, ik doe het allemaal weg. Maar ik ben zo blij dat jij bent, want er is toch nog een stukje historie wat dat betreft ook weer bewaard gebleven. Dus dat is ook wel heel mooi. Ja, en het is gewoon wat jij zelf ook schrijft in jouw kop. Een trippie. Ja, echt iets fantastisch voor wat old school betreft. Gewoon een stukje historie. Ik zeg altijd een sport, of welke sport ook, die geen geschiedenis heeft, is eigenlijk een sport. Ja, onze sport is nog heel jong, maar hij begint nu. Jullie gasten beginnen nu terug te kijken en ontstaat een geschiedenis waar heel veel mensen ook met plezier naar terugkijken. Ik heb je pas nog op het spoor kunnen zetten op Facebook. Ja. Maar je wil niet weten wat de reacties zijn dat ik uit Amerika krijg van gauw er meer materiaal beschikbaar is van het BMX Museum. Laten ze het op Facebook zetten, want we willen het zien. En ze zijn echt dol enthousiast. Heel gek en heel frappant dat een hele hoop mensen die eigenlijk een hele tijd lang niks zozeer met de fietsclub meer te maken wilden bij oude fietscourses. Het lijkt alsof er een omslag is van oldschoolers die zo geïnteresseerd zijn in het oude school. Dat is ongelooflijk. Dus dat is ook hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat je een kanaal bouwen. En wat ik als laatste nog wil zeggen is dat ik heel erg fijn vind dat jij mij in de gelegenheid stelt om samen met jou, wat de University of Maastricht betreft, de European BMX Hall of Fame, er zijn 64 namen staan waarin van kampioen van Europa of wereldkampioen geweest zijn, dus Europeanen. En vooral in het begin van de fietsen waren het vooral de Nederlanders die verschrikkelijk goed waren. Dat we bij jou in je museum een echte, ook een soort Hall of Fame, dan met
de Hall of Fame-rijders die daarin staan, dus echt een internationaal UFC gebeuren, dat ik dat samen met jou, dat je me de gelegenheid stelt om daar iets mee te doen. En ja, om die namen weer een beetje in de publiciteit te krijgen, zeg maar. Nou, dat kunnen we ook op onze website gaan doen, dus dat zit allemaal in. Ja, het is nogmaals, en daar stop ik mee, want ik heb nog jaren door blijven kletsen. Van 30 jaar. 30 jaar. Ja, daar kunnen we nu over gaan zijn tot de onthulling van het filmpje. Ja, ik wil heel graag samen met... Nou, kom jongens. Ja, ik wil ook. Doe je dat niet dan? Daar doen we. Ja, met die kant. Kom maar, Jan. Kom maar, Jan. Kom met stoelen al omdraaien. Dan blijven we met stoelen al. Kom maar. Laat mij even. Ik heb jou neerzetten. Ik vind het helemaal niet. Ja, doe die. Ja, nee.